We zijn vandaag in Amersfoort, in het Oude Magazijn, heel dicht bij de Longalliant in Nederland, om te praten over een nijpend probleem, opnames voor COPD. Er zijn in Nederland 600.000 mensen met COPD. Een relatief klein gedeelte daarvan wordt opgenomen, maar dan ook vaak opgenomen. Het gaat gepaard met veel kosten, dat gaat gepaard met veel sterfte. Daar willen we wat aan doen. We hebben deze conferentie georganiseerd omdat er op heel veel plekken goede dingen gebeuren om te zorgen voor minder COPD-ziekenhuisopnamedagen. De ervaringen wilden we met elkaar delen om op voor te bouwen, zodat we uiteindelijk in heel Nederland kunnen zorgen dat iedereen daarmee aan de slag gaat. Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen en binnen de organisaties die meegewerkt hebben. Dit betekent dat we daarmee rekening moeten houden met deze verschillen en dat indien je de zorg wenst te optimaliseren en wil optimaliseren binnen een bepaalde regio of binnen een bepaalde organisatie, dat je daarmee rekening moet houden. Landelijke zorgpaden kunnen helpen, maar een cruciale factor zal de lokale vertaling zijn binnen de teams om zo de zorg voor de patiënten en de organisaties te optimaliseren. Goede zorg, zoals die ook in het zorgpad beschreven staat, is zorg die eigenlijk ervoor zorgt dat de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek geleverd kan worden. Het Longfonds is van mening dat patiënten een stem moeten hebben als het gaat om zorgverbetering voor mensen met COPD. En het Longfonds wil op allerlei vlakken ondersteunen om de ervaringskennis van deze mensen met COPD op te halen en in te brengen in allerlei zorgverbetertrajecten die er zijn in Nederland. De zorgverleners hebben baat bij een systematische aanpak van COPD-zorg, omdat je op die manier ervan verzekerd bent dat elke patiënt de meest optimale zorg krijgt die ze nodig hebben. De voordelen van een systematische aanpak zijn 1. Dat het voor de patiënten beter is, 2. Dat het voor de zorgverleners leuker is om hun zorg te verlenen en 3. Dat het bijdraagt aan de betaalbaarheid van de longzorg op lange termijn. Wij als Zorginstituut denken dat we met elkaar betere afspraken kunnen maken over de zorg voor COPD-patiënten. En daarbij moeten we leren uit de ervaringen die er zijn, maar dan moeten we ook kijken naar de bewijsvoering die er voor de individuele interventies is. Ik vind het echt ontzettend gaaf dat we dit met z'n allen aan het doen zijn en dat we het nu voor elkaar krijgen. En het allerbelangrijkste hierbij is samenwerking. Nou, wij weten met elkaar dat de zorg voor COPD-patiënten beter kan. En als je het enthousiasme ziet van iedereen die vandaag aanwezig is, dan denk ik dat we daar gebruik van moeten maken om ook de zorg ook echt daadwerkelijk beter te maken voor die COPD-patiënten.